Katerina Lvovna ging op haar ellebogen liggen en liet haar blik glijden over het hoge tuingras dat speelde met de bloesems en de bladeren. Grillige lichtvlekjes, maneschijn, zette het helemaal om in goud. Zij trilde en flitste er overheen, als waren het levende vuurvlinders. Of als had zich over het hele grasveld onder de bomen een net van maanlicht uitgespreid, dat heen en weer beweegt. Ach, Ser Georgetska, wat is dat allemaal mooi, riep Katerina Lvovna om zich heen kijkend uit. Sergej keek onverschillig op. Sergej, hoe komt het dat je zo weinig vrolijk bent? Heb je soms al genoeg van mijn liefde? Wat een onzin praat, antwoordde Sergej droog. En, zich naar Katerina Lvovna overbuigend, kuste hij haar zonder enige overtuiging. Je bent niet trouw, Sergej. Je bent wispelturig, merkte Katerina Lvovna op. Zelfs die woorden leg ik naast me neer, antwoordde Sergej op rustige toon. Waarom kuste je mij dan zo? Sergej zei niets meer. Alleen man en vrouw kussen elkaar alsof zij het stof van elkaars lippen vegen, ging Katerina Lvovna voort, met zijn krullen spelend. Jij moet mij zo kussen dat van de appelboom boven ons de jonge bloesems naar beneden vallen. Zo, ja zo, fluisterde Katerina Lvovna en ze omhelste haar minnaar en kuste hem vol hartstochtelijke vervoering. Amsterdam, stad van boeken, stad van films. Stap de verbeelding binnen en zie de wereld om je heen beter. Ga op reis naar waar fictie leeft. Als je van verhalen houdt, dan vind je een thuis bij Cinema Literair van de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Dames en heren, de Cinema Literair Band! Het is crisis in Rusland. Het is crisis bij ons. Het is crisis in het leven van een fantastische femme fatale. En hier is Ruslanddeskundige, literair criticus van NRC Handelsblad, dames en heren, Michel Krielaars. Welkom, Michel. Zo, ontzettend fijn dat je er bent. Je kan niet anders door te beginnen door te zeggen, het is crisis in Rusland, dus ik heb het maar gedaan. We komen er zo op. Maar vanavond is onze film Lady Macbeth gebaseerd op de novelle Lady Macbeth van Mtsensk, van Nikolaj Leskov. Dat is Leskov hier achter ons en ik dacht, we moeten heel even iets vertellen over wie deze man was. Hij was een schrijver. Hij publiceerde misschien wel zijn bekendste novelle in 1865. Maar als we even teruggaan naar die Leskov. Hij heeft heel veel gereisd, toch? Heb ik gelezen. Hij werkte voor een Engels bedrijf, Scott & Wilkins. En dat was een bedrijf dat inspecteerde landgoederen. En hij deed dat door heel Rusland.
En als je dan die boeken van Turgenev en Tolstoy leest, die speelt zich meestal op het landgoed van Turgenev of Tolstoy. Maar hij kwam in de meest achterlijke gebieden. En hij heeft daardoor leerde hij echt gewone mensen kennen. Armoedzaaiers, lijfeigenen, aan lager wal geraakte edelen. En die komen ook weer voor in die boeken. En zou je dan kunnen zeggen dat hij meer dan Tolstoy of de andere beroemde Turgenev, de andere beroemde Russische schrijvers, de Rus van, of de gewone Rus, zullen we maar zeggen. De gewone man, samen met Tsjechov. Tsjechov heeft wat meer humor dan Leskov. Ja. Die Leskov was ook niet van hele hoge adel. Zijn vader was uit de priesterkast afkomstig, in de adelstand verheven, verarmd. Moeder was van lage dienstadel. En hij heeft altijd gewone baantjes gehad als klerk. Hij probeerde het een tijdje als journalist. Hij verdiende toen geen droog brood. Maar hij heeft gewoon kleine, zoals voor het Engelse bedrijf heeft hij gewerkt. Ja. Ja, en hij moest gewoon in zijn levensonderhoud voorzien door echt te werken. Wat Turgenev en Tolstoy nooit hebben hoeven doen. Ja, en de novelle kwam of werd gepubliceerd in 1865. Wat weten we? 1863 was de emancipatie van de lijfeigenen? Ja, 61. 61. Zegt dat iets over de Rusland of het klimaat waarin hij dit verhaal schreef? Ja, goede vraag. Kijk, je moet bedenken, het tsaar Alexander II was een hele liberale tsaar. Als die was blijven leven, die is in 1881 opgeblazen door revolutionairen. Als die was blijven leven, hadden we nu Poetin niet gehad. Dan was Rusland een brave constitutionele monarchie geworden, zoals veel West-Europese landen. Ja. En was die revolutie nooit uitgebroken. Ja. Dat is altijd wel weer interessant om te constateren. Maar er waren radicale studenten, en dat waren vaak weer de rijke luiskinderen, zullen we maar zeggen. Ja. Die wilden meer en die wilden die monarchie afschaffen en die tsaar vermoorden. Dus de tijd waarin dit zich afspeelt, dit verhaal, is een tijd van heel veel geweld. Leskov heeft zelf op een gegeven moment een artikel geschreven waarin hij ook de studenten de schuld gaf voor branden in Sint-Petersburg. Er waren toen onverklaarbare branden. Ik ga heel even iets bij je doen. Die stad. Sorry. Heerlijk. Ik ga je niet aanvallen. Er waren toen heel veel branden in die stad en Leskov zei, we moeten dat goed uitzoeken, maar we moeten ook kijken of die radicale studenten daar niet achter zitten. En vanaf dat moment werd Leskov als een soort conservatief, als een reactionair door die studenten gezien. Maar die studenten waren heel erg activistisch. Dat zijn bij wijze van spreken nu de klimaatactivisten. Ja. Dat zijn ook meestal niet de jongens en meisjes uit de arbeidersmilieus, maar een beetje de kinderen van keurige GroenLinks. En dat was in die tijd ook. En die vermoorden iedere maand een andere gouverneur of burgemeester. Heftig. In die tijd gebeurt dit. Heftig. En was het in die tijd een probleem als je niet voor de een of de andere kant koos? Want mijn gevoel is dat Leskov niet, je weet nooit waar hij zit qua politiek. Kijk, je zou zeggen, die studenten zeiden dat het een conservatief was. Meestal was het zelf helemaal niet zo. Het was eigenlijk een keurige liberaal. Die vond, we hebben die tsaar, maar daar lette je helemaal niet op. En die ontwikkeling die gaat als vanzelf. Ja, ja. Maar in die tijd speelde heel erg de botsing tussen de mensen, Dostojevski, de slavofielen. Wat Poetin nu roept, Rusland is een land met een eigen cultuur. Wij zijn door God uitverkoren. Wij doen niet aan LGBTQ+. Ja. Wij zijn tegen goddeloze westerlingen. Die mensen keken heel erg neer op het Westen, wat nu in Rusland, althans met officiële Rusland, ook gebeurt. En aan de andere kant had je mensen die wilden hervormen. Aha. En die wilden de kant van het Westen op. Die dachten, dan kunnen we een modern land worden. Ja. En die strijd speelt zich met name in die jaren af. En Leskov was ook eigenlijk een anglofiel. Hij had heel veel aandacht voor de Engelse cultuur. Hij was zelf een grote liefhebber van Dickens. Ja. En in die zin kun je ook veel van zijn werk lezen. Maar even terug naar het verhaal. Ik ben zo benieuwd wat dit verhaal ons vertelt over de Russische, kun je zeggen, Russische ziel, misschien zoiets. Maar even in het kort, we gaan absoluut niks spoilen. Ik heb een podcast gemaakt waarin ik 2 spoilers heb gedaan. Als je dat hebt geluisterd, mijn excuses. Dus vanavond gaan we niks spoilen. Dus het verhaal speelt zich af op het platteland, in het huis van een koopman, een Russische koopman. En hij is getrouwd met onze hoofdpersoon, Katerina Lvovna. Maar hij is niet getrouwd omdat daar liefde in het spel is. Hij is getrouwd, waarom eigenlijk met haar? Omdat hij haar kon krijgen of zo? Omdat ze mooi was. Hij vond ze, en op haar beurt zocht zij gewoon een rijke man. Dat was het, zij zocht een rijke man, hè? Onder de pannen. Ja, dan was ze onder de pannen.
Zoals het wel vaker voorkwam. Ja, dat is niet uniek, kunnen we zeggen. Ja, dat is niet uniek. Maar na een tijdje merkt ze wel, ja, ik heb helemaal niks aan deze man. En dan komt stalknecht Sergej op het toneel en dan gebeurt het. Dan wordt zij verliefd. Nou, verliefd. Ze krijgen iets met Sergej. Ja. En dan is, nou, wilde hartstocht. Ja. Dat is het dan heel wilde erg. Hartstocht. Ja, en dan krijgen we, dat kunnen we nog wel spoilen, dan vermoorden ze samen die koopman, diens vader en een neef. Ja. En dan? Dan komt de echte spoiler, maar die vertellen we niet. Oké, er komt nog veel meer spannends. Dus niet bang zijn. We hebben nu, maar volgens mij, nou ja. Maar waar ik zo benieuwd naar ben, is ten eerste de schrijfstijl, of zeg maar de toon van Leskov. En welke toon schreef hij? Het stuk dat ik heb voorgelezen, ik vond het heel lastig om te snappen wat is nou precies de toon hier. Want het kan niet serieus zijn. Het is zo over de top romantisch bijna. Op het duistere af, het is bijna cynisch. Hoe ze met elkaar omgaan. Kijk, die meeste Russische schrijvers, als je ze vertaalt, zoals Tolstoj, die heeft een vocabulaire van 12 woorden, bij wijze van spreken. Dat was, die was ook zijn lievelingskrant, was een soort Russische telegraaf. Ja. Eenvoudige krant, aardsreactionaire man. Turgenev schrijft heel romantisch, bijna barok, met mooie, lange, lopende zinnen. En hij zit er een beetje tussenin. Ja. Kijk, en het is wel iemand, er wordt van hem altijd gezegd, dat hij samen met Tsjechov de taal van de, hij heeft een soort kruising van de stadhuistaal en de taal van het gewone volk. Dus als je Leskov in het Russisch leest, ik ken heel veel van die woorden niet, dus ik snap er niks van. Soms, want die taal van die gewone man is heel ingewikkeld, dat is heel veel bargoens. Ja. En dan denk je, wat zeggen die mensen nu? En daar schittert hij wel in. En dat komt in heel veel vertalingen ook niet goed tot uiting. Ja, ik ben toch benieuwd waarom hij zo ondergewaardeerd raakt, of niet ondergewaardeerd, waarom hij eigenlijk, want Vladimir Nabokov heeft ooit een lijst opgesteld met de belangrijkste Russische schrijvers. En iedereen zat erbij, behalve Leskov. Ja, dus maar er zijn natuurlijk schrijvers die in de vergetelheid zijn geraakt. Hè? Thomas Mann was ook een groot bewonderaar van Leskov. Die las hem als voorbeeld voor zijn eigen werk. Ja, ja. En dat gold voor Nabokov ook wel. Dus juist iets wat jij zegt, dat hele cynische, dat zie je ook terug in de romans van Nabokov. Die zijn uber cynisch. Dat lijkt mij ook, kun je wel zeggen. Ja. En toch, dan vind ik het fascinerend, vooral dit verhaal. Waarom hij zo goed slaagt met in dit verhaal. Hier is bijvoorbeeld ook een hele mooie opera van gemaakt, van Shostakovich. Bekende opera, zal wel bekend zijn bij vele mensen. En die werd dus in 1936 opgevoed. 34. Stalin zat in de zaal. En Moskou. En toen gebeurde er iets. Nou, Stalin zat met Molotov en Beria in de keizerlijke loge, zullen we maar zeggen. En Stalin liep na de eerste acte weg. En van Stalin is bekend dat hij altijd alle platen die verschenen beluisterde. En dan schreef hij dan op wat het was. Goed of rotzooi. En rotzooi betekende gewoon dat de componist de kogel kreeg. Dus die Shostakovich, die was jong, reizende ster, zat in die zaal, zag Stalin weglopen en schrok zich rot, dacht, ik ben er geweest. Ja. Het is de tijd dat de grote terreur al een beetje begint op te komen. Ja. 37, 38, 800.000 mensen met een nekschot geëxecuteerd. Maar ook in 34, 36 werden er al willekeurig mensen gearresteerd en naar de gulag gestuurd. Ja. Dus Shostakovich vreesde daarom. En Stalin vond dat eigenlijk de Russische mens er slecht van afkwam in die film. Want ja, zo'n vrouw die de man bedriegt, dat is natuurlijk niet heel erg socialistisch, realistisch en behorend bij de opbouw van het communisme. Ja, ja. Ja, dat komt heel erg over op wat we nu meemaken met Poetin. Hij zou dit ook niet pikken, zo'n verhaal. Nee, trouwens, op dit moment draait er een film in Rusland gebaseerd op de Mastery Margarita van Bulgakov. Aha. En die film moet eigenlijk verboden worden. Maar iedereen staat in de rij, want er gaat eigenlijk ook over Woland. Dat is een kat als mens, die gewoon allemaal iedereen onthooft en mensen vermoordt willekeurig. En die staat een model voor Stalin. Maar eigenlijk ook voor Poetin. Ook voor Poetin. En dat zal met dit verhaal ook zo zijn geweest. Dit is natuurlijk een verhaal wat de machthebber liever niet ziet, want Ismailova staat natuurlijk voor het kwaad. Ja. Voor iemand die ontspoord is, die zich niet meer aan de heersende moraal houdt. Ja, ja. Misschien is dat dan de reden waarom dit verhaal ons zo aanspreekt. Het is toch,
ja, het geeft ons ook een blik op iets dat eigenlijk verboden is. Wat, zeker wat deze vrouw doet in het verhaal, is eigenlijk not done. Ja, maar tegelijkertijd zit er iets heel Russisch maximalistisch in. Ja? Want als je nou, je gaat tot het uiterste. Dus stel nou eens dat die Katerina Ismailova, dat Poetin is. Ja. En je bent dus eerst, word je president, trouw je met je land. Dan duw je je land de afgrond in. En uiteindelijk zie je dat er geen weg terug meer is. En dan, ja, dan mag ik die spoiler niet vertellen. Dan Precies. Doe je ook iets met jezelf. Nou, dat is er toch hoop voor ons. Michel, we gaan even een stukje muziek luisteren. Dames en heren, is het tijd voor ons muziek. De Cinema Literaire Band heeft een compositie voor ons in petto. Gebaseerd op een, als ik het goed zeg, 19e eeuwse Russische volkslied. Hoe zeg je dat? Folksong. Getiteld Dark Eyes. Mooi, jongens, mooi. Toch? Ochi Chornie, op zijn Russisch, zwarte ogen. Een van de favoriete liederen van Anton Tjechov, die altijd vriendinnen had met zwarte ogen. Nou, daar moet je iets meer over vertellen, want die had fascinerend. Tjechov was, in Rusland had mooie zigeunerinnen, jodinnen uit het zuiden bij die zwarte zee, Turkse vrouw. En Tjechov had altijd meerdere vrouwen tegelijk, die wilden zich niet binden. Zwarte ogen. Wat is dat voor raar zwarte? Ik bedoel, dat is, wie houdt daarvan, zullen we maar zeggen? Ja. Nee, sorry, dat bedoel ik ook. Nee, dat is dan weer... Excuus. Zwarte ogen. Kijk, in dit verhaal hebben we een femme fatale. Ze wordt gespeeld in de filmversie door Florence Pugh. En Florence Pugh heeft geen zwarte ogen, volgens mij. In ieder geval, denk ik. Maar het wil eigenlijk aangeven, toch. Klein beetje. Dat ze een femme fatale is. En ik vraag me af of wij... even over de filmversie. Werd geregisseerd door William Oldroyd. Maar hij heeft het verhaal verplaatst naar het Engelse platteland. Ongeveer dezelfde tijd. En dat kan natuurlijk problematisch zijn. Maar mijn vraag is of de femme fatale, de figuur van de femme fatale, de overeenkomst is tussen de Engelse versie van het verhaal door Oldroyd en het boek. Zien we de femme fatale ook terug in het boek? De femme fatale in het boek. Ik heb deze film niet gezien, deze versie. Dus ik ben heel, heel benieuwd. Want de mensen verschillen natuurlijk wel heel erg. Hè, als je Rusland en Engeland van die tijd
ver met elkaar vergelijkt, zie je hoogstens dat in die upperklas de heren ja. een beetje op elkaar lijken. Ja. Maar de femme fatale, we kennen natuurlijk ook Anna Karenina. Precies. Hè, die is onschuldig, ja. Ja. Maar uiteindelijk ja, is het toch ook een. Ja, is het echt een femme fatale, een ongelukkige vrouw die zichzelf in de ellende stort. Ja. Ja. En die zich laat leiden door haar gevoelens. Maar die Katharina Ismailova is natuurlijk ook een slechte vrouw. Moeten we zeggen. Dat, ja, ik weet niet of dat hetzelfde is, maar het is natuurlijk wat ze allemaal doet. Dat zullen jullie zo dadelijk wel zien. En het is dat is geen lolletje. Dat, zo'n vrouw wil je niet hebben. Maar ik vind wel. Ik ben nog steeds gefascineerd door dat stukje dat ik voorlas. Dat zij wil niet gekust worden zoals echtgenoten elkaar kussen. Alsof je de stof van elkaars lippen vegen. Nee, zij wil op die hartstochtelijke manier gekust worden. Ja, en daarom was het een schandalig boek in die tijd. Ah ja. Want kijk, dat zelfs echte lieden elkaar heel voorzichtig... en de hartstocht die wij uit die Hollywoodfilms kennen... Dus het is dat in Rusland, dat is altijd heel preuts. Ja? Dus het had ook een morele overweging. Ja, heel erg. Want Christus en God kijken toe de hele tijd. Ik durf te wedden dat Poetin nog nooit iemand gekust heeft. Ik moet niet denken aan dat beeld, Michel, eerlijk gezegd. Oh nee, dat krijg ik nooit meer in mijn hoofd, dat beeld van de kussende Poetin. Ja, afgezien van het feit dat het not done was, of het moreel oogpunt gezien, zou je ook kunnen zeggen dat het eigenlijk dat zij ook een feministische figuur is in dit verhaal? Nee, ook wel. Het is natuurlijk, kijk, als we zoiets zien, dat in onze tijd gebeurt het natuurlijk aan de lopende band. Ja. Ja, niet van al die, ja, die spoilers, ja. Zeg maar. Maar wat zij doet, is natuurlijk een vrouw die voor zichzelf kiest. En een vrouw in die tijd kon carrière bestond niet. Je was vrouw, je trouwde, je zorgde voor het huishouden, je gaf je personeel ervan langs. En dat was het. Ja. En deze vrouw is getrouwd met een man, een rijke man, om een comfortabel leven te leiden. Kooplieden konden frissant rijk worden in die tijd, dat zal in deze film ook wel blijken. En dan kon je een heel goed leven hebben. En je kon zelfs stijgen in de hiërarchie en in de adelstand worden verheven. Ja. En daar is het haar om te doen. Ze willen eerst omhoog en dan laat ze zich door haar lusten leiden. Ja. En daarvoor... Nou, sorry, dat gaan we niet aan. Dat gaan we spoilen. Maar toch is het, vind ik het ongelooflijk dat dit verhaal van Leskov uit 1865 dient als rol of schietvorm voor Oldroyd's film. Ja. Die een absoluut feministische film is. Met een vrouw die een opstand komt tegen, jawel, het patriarchaat. Dat vind ik toch echt een bijzonder iets. Dat Leskovs verhaal dat tot dit heeft geleid. Ja. Dus maar het zou mij ook niets verbazen, en dat had ik natuurlijk op kunnen zoeken, of de Russische pers in die tijd dit soort dingen gebeurde in Rusland. Ja, ja. Er waren natuurlijk allemaal hele absurde en lugubere moorden. Ja. Als je over die Russische geschiedenis van de 19e eeuw, want dat land is aan het worstelen met die moderniteit. Mensen willen uit dat archaïsche keurslijf, wat in Rusland 1000 keer erger was dan in West-Europa. Dus je kunt je iets voorstellen dat Leskov, ik heb het niet zo snel terug kunnen vinden, dat hij in een Russische krant iets heeft gelezen over vrouw vermoord, haar rijke oude man. En hij dacht, dit is misschien, hier zit een goed verhaal in. Ja. Hij moest natuurlijk ook commercieel denken, want hij wilde van de pen leven. Ja, en dat is misschien een klein zijweggetje. Wat ik zo prachtig vind aan Leskov, is dat deze personages worden niet psychologisch geduid voor ons. Hun psychologie blijkt uit de verhaal. Het verhaal, de verhaallijn. Ja. Daaruit komt de psychologie naar voren, bovendrijven. En dat is toch het teken van een grote schrijver. Nou ja, kijk, dat maakt volgens mij die Russische 19e-eeuwse schrijvers zo ontzettend goed. Omdat die psychologische lijnen allemaal zo goed zijn. Ja. Het wordt niet verteld, maar het is gewoon uit de handeling dat je denkt. Want ergens heb je ook best een sympathie voor de wanhoop van die vrouw. Althans, dat herinner ik me uit het boek en uit de opera. Ja, zeker. Waarin Shostakovich het nog dat veel meer benadrukt. Haar wanhoop, dat is het eigenlijk. En ja, ik heb volgens mij ergens gelezen dat Chekhov een grote fan van hem was. Chekhov's, dat is eigenlijk ook een beetje Chekhov, hè? Maar Chekhov heeft een enorme weemoed, er zit veel meer melancholie in. Dat is het, ja. En daar zit veel meer die sloomheid van dat Rusland van die 19e eeuw in. En daar zit humor in.
Hij weet het en draait. Kijk maar naar de drie zusters. Daar zit weinig humor in, of wel een beetje humor. Ja. En dat zijn vrouwen. Die drie zusters zitten daar in de provincie, in Perm geloof ik. En die lopen de hele dag maar te klagen. We willen ons leven veranderen. We moeten naar Moskou, we moeten werken als we onze wereld willen veranderen. We moeten naar Moskou. En ze komen nooit van hun plaats. Ze blijven altijd in de provincie gehad. Deze vrouw, die komt nog eens ergens. We mogen het niet spoilen. Ja. Maar ze maakt wel wat mee in het leven. Ja, ze komt. Maar dat is dan de eeuwige crisis van Rusland, zou je kunnen zeggen. Want Rusland probeert, is nog steeds nergens gekomen qua moderniteit. Ja, en dat denken. Is het raadsel. Ik las een paar dagen geleden een beroemde mensenrechtenactiviste, Svetlana Ganushkina, een vrouw van tegen de 80, die zich altijd inzet voor politieke gevangenen. En die zei, de wijze woorden die ze sprak waren, Rusland is, de Russen zijn nooit in staat om voor zichzelf orde te scheppen. Daarom kijken ze naar degene die boven hen is geplaatst, de regering, in dit geval Poetin, die het alleen nog maar erger maakt. Als het erger gaat, dan gaan ze anderen de schuld van die ellende geven. Nou, in dit geval meestal een etnische minderheid, de Joden of de Tsjetsjenen of de Georgiërs. En in dit geval tegenwoordig ook de Oekraïners. Dus dat is iets wat deze vrouw nu ziet. Maar dit kun je net zo goed toepassen op de situatie van 100 jaar geleden. En van 200 jaar geleden. In die crisis waar we in zitten, dankzij of te wijten aan Poetin en Rusland. Ik ga je niet vragen, Michel, hoe moeten we eruit komen? Maar het is wel zo dat we een soort van doodlopende weg in aan het wandelen is met z'n allen. Dat is mijn gevoel, met Rusland nu. Ja, ik mag het niet vertellen. Van de hogere plaatsen. Nee, maar het is, we leven natuurlijk in. Dit is de grootste crisis die we mee zullen maken in ons leven. Degene die de Tweede Wereldoorlog niet hebben meegemaakt. Ja. Dit kan eindigen in een grote oorlog met Rusland. Ja. Er is dit weekend nog iets uitgelekt dat Rusland zich klaarmaakt om over 2 jaar een oorlog tegen een NAVO-land te beginnen. NAVO-land, ja. Dus we houden ons hart vast. Ja. En maar hopen dat er iemand komt die Poetin om zeep helpt voor die tijd. Ja. Oké, Michel, hoe gaan we dit afsluiten? We gaan naar een film kijken. En op een goede manier. Een beroemd Russisch gezegde is, Nadjusja umirait paslednije, de hoop sterft het laatst. Ah. Dus we blijven hopen. En we blijven hopen dat het goed komt. En ondertussen is mijn oplossing altijd, en daarom bent hij ook hier, een grote getale bij Cinema Literair vanavond. De zaal is het bomvol. Wat kun je nou anders dan boeken lezen en films kijken om de wereld te snappen? En om een klein beetje te ontsnappen aan alle ellende. Maar vooral om betekenis te krijgen. Om inzicht te winnen. Dus daarom ben ik zo blij dat je er was vanavond. En ik hoop dat je snel weer terugkomt. Michel, ontzettend bedankt. Dames en heren, Michel Krielaars. Dank u wel. En voor de kijkers thuis, hartelijk bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer. Oké. Dames en heren, dankjewel. Wij gaan nu een pauze houden van de productie, heb ik begrepen, precies 4 minuten. Dus u heeft heel even tijd om weg te gaan en terug te komen. En daarna gaan we kijken naar Lady Macbeth. En voordat u weggaat, na afloop is de bar open. Dus dat u dat weet, de bar is open. Je kunt altijd gezellig blijven voor een drankje. En de volgende keer